Floor, is dit je goede kant? Nee, dat is niet mijn goede kant. Die andere kant gaat veel beter. Ja. Ik ben nu denk ik zo'n 1,5 jaar aan het trainen met Mike. En nu, na 1,5 jaar, heb ik een compleet nieuwe spiergroep ontdekt. Ik lig in bed, ik kan even niet meer. Ik lig in bed met mijn schoenen aan. Geloof je niet, hè? Nou, ik laat het zien. Nieuwe week, nieuwe kansen. Ja! Zo'n hond die je hoort, hoor. Dat je niet denkt dat Mike heel emotioneel is om mij te zien. Nou, misschien ook wel weer natuurlijk. Ja, het is weer maandag tijd om te sporten met Mike. En je ziet het, ik heb mijn regenjas aan. Ik was ook zelf een beetje... Maar ik kom bij Mike. De zon breekt door. Kun je het zien? En het humeur is eigenlijk ook alweer beter. Want hey, ik ben er. Dat is het mooie van trainen met een personal trainer. Het enige wat je hoeft te doen is er naartoe te gaan. En dan gebeurt de rest vanzelf. Dag, Floor. Around the temple. Dat je Beyoncé doet, hè? Zo. Ja, heel goed. Kom ik thuis en dan zie ik dat er pizza's gemaakt worden. Kijk, en dit is de pizza van mij en mijn man. Nou, hoeveel groente past erop, hè? Alleen maar gezond. Alleen maar gezond. Ik ben nu denk ik zo'n 1,5 jaar aan het trainen met Mike. En nu, na 1,5 jaar, heb ik een compleet nieuwe spiergroep ontdekt om te trainen. Ik was vorige week bij de podoloog, bij de skiwinkel, om speciale zooltjes op maat te laten maken. De komende 3 weken loop ik alleen maar op sneakers. Moes van haar, want dat is beter voor mijn knieën. Het schijnt dan echt allemaal als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Hè? Skiwinkel, snap je? Maar ze zei ook, joh, je moet je voeten gaan trainen. Je voetspieren. Nou, daar gaan we. En daar heb ik verschillende oefeningen voor. Op mijn tenen lopen, op de zijkant en op mijn hielen. Dat lukt nog niet helemaal vanwege die hielspoor. Maar ik kan ook mijn tenen trainen. Door een handdoek met mijn tenen zeg maar op te rollen. Zo. Dus dat ga ik nu doen. Yes, daar gaan we. Nou, hop, 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 hop. Ja, enzovoort. Ah, dat is nog best wel zwaar, wist je dat? Moet je maar eens proberen voor de grap. En wat je dus ook kan doen, is dus proberen een handdoek op te pakken met je tenen. Ik kan het goed hebben. Zo, woehoe! En, woehoe! Heel goed is dit. Ja, waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Nou, 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 nou. Ik ben bij Mike. Het is woensdag. Ik heb nog spierpijn van maandag. Wat erg is dat, hè? Maar goed, daar ga ik niks over zeggen. Ik ga er gewoon weer keihard tegenaan. Lekker hoor, ben je weer aan het lopen? We hadden het net over zwaartekracht. Ah. En billen. Ah. Dat die billen zo gaan. Ik zal ze even op de foto nemen. Nee. Lekker gelopen, hoor. Heerlijk. Ik ben bijna aan de beademing, zie je dat? Ja, je ziet het niet, maar het is gewoon heel erg warm. Het is echt meer dan 20 graden, hè? Beetje benauwd, hè? Ja, ook. Beetje dus, benauwd, maar niet koud. Zo. Rechterrug, knietje, niet voorbij de tenen en heffen met die knieën. Keurig. Het is net of je heel blij bent. Hoera! Ah. Hoera! Hoera! 5 stuks. 1, 2, 3, 4, 5. Op naar de 25. Oh, dik eroverheen. Nou ja. En dit is het percentage. Ja. Nou, mooi. En dit is dan het hielsportprogramma. Ja. En dan gaan we weer. Hoppata. Woep, woep. Ja, en dan hoef ik nu dus niks te doen. Ik ga gewoon even een half uurtje een beetje relaxen. Zo, nou, dat is fijn. Dan kunnen we naar het sporten. Ik ga even een kopje thee voor je zetten. Kopje thee ook nog? Ik krijg ook nog een kopje thee. Nou, wat een verwinnerij. En een vlogje van woensdagavond. Nou, mijn man die is een avondje weg. En dat betekent dat de kinderen en ik iets hebben. En dat noemen wij altijd... Meidenavond! En dat betekent... Een film. We hebben net met z'n allen broccoli gegeten. En nu eten we... Salami pizza! Yay, pizza! En wat heeft de mama? Salade.
Een salade. Zie je me uit te lachen? Ja. Ik word uitgelachen hier om een salade. Hé, hey, mama is gewoon gezond bezig, ja? Is goed, toch? Ja, maar we krijgen ook nog een toetje donut. Ja, als toetje krijgen jullie een donut. En wat krijg ik als toetje? Geen idee. Zal ik de donut even laten zien? Ja, daar word ik dan wel weer blij van. Hier. Je ziet, hij ligt al klaar in de la. Kijk. Oh, het is toch heerlijk. Oeh. Nou, misschien trakteer ik mezelf wel op rijstwafels met chocoladepasta. Kijk, dit is mijn nieuwe beste vriend. Een enorme pot met magnesium. Want man, wat heb ik een spierpijn. En ik kreeg dit van verschillende mensen aangeraden. En toen dacht ik, oké, ik koop weer nieuwe magnesium. Dus ben ik nu lekker aan het slikken. Want die spierballen, die komen er niet vanzelf. Ik krijg mijn armen vandaag bijna niet meer omhoog. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik vandaag een heel erg leuk telefoontje kreeg. Over het project waar ik al een tijdje mee bezig ben. Dat geheime project waar ik zo graag over wil praten, maar wat niet mag. Sorry daarvoor, ik kan echt niks over zeggen. Maar dat project gaat dus door. Voor mij. Dus nu ben ik helemaal... En tegelijkertijd denk ik... Want it get on. En dus moet ik echt even in... Volgens mij heb ik nog een maand tijd. Om mijn allerfitst ooit worden. Wil ik het allemaal kunnen volbrengen straks. Dus... Ik moet echt keihard aan de bak. Die magnesium die ga ik nog heel hard nodig hebben. Ja, mag ik het nog even één keer hebben over die sneakers die ik nu dus 3 weken lang aan moet hebben van de podoloog. Ik loop dus al een week op deze fulltime. Zie je? En dan moet ik van mezelf er weer een blauw shirt bij aan, want dan past het. Dus ik dacht, kom Loor, je moet zwarte sneakers hebben. Dus ik had deze gekocht op aanraden van de podoloog. Maar die zitten dus niet lekker. Mijn hiel vloekte de hele tijd uit. Maar ik heb nu een lijstje van haar gekregen. Dus op pad. Ik heb van de podoloog een heel lijstje gekregen waar mijn schoenen aan moeten voldoen. We moeten een goed contrefoor hebben. Dus een hard hielstuk. Stabiele zijkanten die ik aan kan trekken. En strepen aan de zijkant voor extra stabiliteit. Nou, hier zie je het. Hey lijstje. Ik ga shoppen. Ik ben benieuwd. Oh, ik hoop dat ze gewoon even zwart zijn. Nou. We zijn inmiddels bijna een uur verder. Ik heb heel veel schoenen aangehad. Ik hoopte dus op veilige zwarte, maar het zijn geworden grijze. Maar ja, deze zitten gewoon het best. Dus het worden dus mijn nieuwe dagelijkse schoenen. Even afrekenen. €170. Daar kan je toch mooie pumps voor kopen? Ik kijk bijna scheel, hè? Zie je dat? Jemig. Oké, ik weet dat het niet de meest voordelige hoek is qua onderkin, maar ik lig in bed. Ik kan even niet meer. Ik lig in bed met mijn schoenen aan. Geloof je niet, hè? Nou, ik laat het zien. Let op. Daar, de schoenen. Ik moet die sneakers elke keer aan en uittrekken. Ik word er gek van. Dus ik lig gewoon op mijn bed zo. Ik ben er klaar mee. Ik ging dus naar boven om te planken, om armoefeningen te doen. Even lekker bezig. Ik had al besloten dat ik niet op de cross trainer ging. Want ik heb ook tijd met de hond gelopen vandaag. En daarna dus nog geshopt. En toen ook nog naar een verjaardag geweest. Dus het is even genoeg. En ik heb moeie voeten. Best wel zere knieën. Ik moet gewoon echt even rustig aandoen. Ik dacht ik ga even mijn armen trainen. Maar op zich. Als ik de vlogcamera vasthoud, train ik ook mijn armen. Kijk hier. Hop, twee. En weer links. Enzovoorts. Ik ben zo moe. Ik ga wel gezond eten zo. Want ik heb mijn eten al gefixt. Want man en kinderen eten weer patat. Verder wel groente erbij en zo hoor. En kip. Dus dat is wel op zich wel redelijk. Maar ja, het is weekend. En ze hadden gewoon zin in wat lekkers. Maar ik heb voor mezelf ook iets lekkers gehaald. Kijk eens, bij een saladebar besteld, een bol met allemaal, dit is niet zo gezond, die gebakken uitjes, maar de rest is echt wel lekker gezond. En hierin zit dus een heerlijke wrap, die maak ik zelf ook natuurlijk wel eens, met de Vital app. Daar zijn heel veel tips in voor recepten met wraps, I love it. Maar nu ben ik lui en heb ik er dus één besteld, maar wel gezond. Oké, dit is een vlogje van zaterdagavond.
Na die overdosis groenten heb ik knock-out gelegen op de bank. Ik heb net zelfs nog een half potje gedronken. Maar ik heb nog geen oefeningen gedaan. En wat ik dus elke avond probeer te doen, dat zijn dus in elk geval mijn armoefeningen. En dat ga ik nu dus ook doen. Ik doe dus vooral deze oefening. Oh, ik kan het een beetje zien. Zo, deze zo. En zo omhoog. En daar ben ik dan 5 minuutjes mee bezig. Maar het zijn wel de zwaarste gewichten dit. Dit is 4 kilo. En dan probeer ik iets van 50 keer zo omhoog te doen. En dan dus deze nog een paar keer. En nog opzij en half. Dus op zich quite the workout, al zeg ik het zelf. Om die armen wat sterker te maken. Kijk, mijn benen zijn op zich wel sterk. Dat weet ik. De squats en dat soort dingen zijn geen enkel probleem. Maar die armen, daar kunnen echt nog wel wat spierballetjes op. Dus ik ga even 5 minuten tekeer en daarna slapen. Zondagochtend. Geen smoesjes. Gewoon sportpakje aan. En gaan. Nou, ik ga niet ver. Ik ga thuis op de crosstrainer. En uurtje later. Wacht even. Ik laat even het bewijsmateriaal zien. Kijk. Oh, ik had hem niet op pauze gezet. Nou, een uur. 20 kilometer. Woep woep. En stop maar. Ach, dat is best lekker. Weet je wat ik vaak heb op die crosstrainer als ik dan eenmaal ga? Dan denk ik, weet je, ik hoef er maar een kwartiertje op. En dan sta ik een kwartiertje op en denk ik, nou, 25 minuten. Oké, half uur. En dan na half uur denk ik, zou ik ook 3 kwartier redden? En vandaag ging ik dus door tot een uur. Wat ik nog even wilde zeggen, logisch dat mijn voeten en mijn benen zo moe zijn. Want ik loop natuurlijk de hele tijd op die zooltjes van de podoloog. Ik doe allemaal oefeningen voor mijn voeten. Oefeningen voor mijn knieën, het is allemaal nogal wat. Oké. Ik ben echt helemaal buiten adem, zie je dat? Ik ga boven nog even wat armoefeningen doen en dan spring ik onder de douche. Bedankt weer voor het kijken. En ja, vanaf nu heb ik dus nog een maand de tijd om mijn allerfitst en allersterkst te worden voor mijn project dat doorgaat. Ik heb er zin in. Ik ben zenuwachtig. Ik ben blij. Een beetje angstig. Maar vooral voel ik me sterk en vastberaden. Bedankt voor het kijken. Bye!